Veronica Insight wordt mede mogelijk gemaakt door Toto Sportweddenschappen. Ik kan me vergissen, maar volgens mij is er van de week iemand jarig, of niet? Hoezo dan? Is dat op tv geweest? Eigenlijk iets van mee, maar weet jij het of niet? Nee, is mij niks opgevallen. Oh. Ik vond wel dat Van Hanegem veel op tv was. Dat viel me ook op inderdaad, ja. Maar wat dat de reden van was, weet jij dus ook niet? Nee. Oké, nou gaan we dat proberen uit te zoeken. En misschien praten we dan over in deze uitzending van Veronica Insight. En ze zitten er klaar voor. René van Stem, man. Ja, geweldig. Geweldig, man. Hè? Johan gaat even uitleggen wie het is. René van der Gijp, Vallet en 3C. Johan Derksen. Nou, het is eigenlijk mijn favoriete zanger. Oh. Die heb ik jaren geleden ontdekt in Austin, in Texas. Toen was die zanger van de band, die heette Storyville. En ik had nooit gedroomd dat hij hier naartoe zou komen. En sterker nog, in oktober begin ik met een nieuwe theatershow. En hij is mijn ster, dus hij gaat een half jaar met mij langs de Nederlandse theaters toeren. Hij begint voor een klein toertje donderdag in Eindhoven. Dan gaat hij Nederland even door, want hij heeft een nieuw album. Life Will Humble You. Maar dan komt hij in oktober terug en dan gaan we langs alle theaters. En ik heb nog nooit een man horen zingen met zoveel soul in zijn stem. Ja. Dat gaat je door merg en been wanneer hij zijn bek opentrekt. Jij hebt zijn naam nog niet genoemd? Melford Milligan. Dat is de man die je in de gaten moet gaan houden. Zingt hij ook Kedengedeng? Niet. Nee. Doet hij dat niet? Nee. Dat zou wel leuk zijn. Nee. Dat zou wel leuk zijn. Dat is niet cool, hè? Niet zo'n moeilijk nummer, toch? Ik denk dat hij zo mee moet. Dan zou hij zo mee zingen. Nee, maar Kedengedeng zingt dit nummer weer niet, hoor. Nee. Nee, even een applausje, dames en heren. Hier zit hij gewoon, Melford Milligan. Ja. Doet hij nog meer of is het nu klaar? Wat zeg je? Doet hij nog meer vandaag of is het nu klaar? Ja, nou ja, het liefste zou ik hem 2 uur laten spelen, maar... Oh ja, hij kan toch op een nummertje? Als jij nog een nummertje wil. Op het einde kan dat niet waarschijnlijk, want hebben we die quiz waarschijnlijk of niet? Nou, dan doen we het gewoon tussendoor een keer. Ja. Moeten we even in de derde blokje nog een nummertje. Afbreken. Lekker.